nou? Oh, het is al 20 voor 8. Ik heb niet mijn benen staan, Rob. Ik heb echt pijn aan mijn voeten. Ik zeg, ik kom met een sigaretje. Ik zeg, dan pakken we alleen nog het noodzakelijke wat nodig is voor dat te slapen. Ja. Ja. In Heerlen begint bij de hoogzwangere Tyla de vermoeidheid toe te slaan. Ze zijn nog steeds niet vertrokken en bij de kleine kinderen begint het geduld nu al op te raken. Zijn jullie personen niet, hoor? Ze zijn aan het vechten met elkaar. Om die stomme stem. Hé. Mag ik mee vechten? Kom, ik vecht graag met jullie. Samen. Doe nog één keer met elkaar vechten en ik vecht met jullie. Gaan we. Nee, luister wat ik zeg. Ja. We gaan toch nu? Ik hang jullie op aan de hoogste boom. Nee. Ik kom eruit. Ja, dat zal baas zijn. Terwijl zijn jongere broertjes hun moeder tot wanhoop drijven, besluit Miguel om helemaal niet meer mee te gaan naar Duitsland. Ga maar naar Duitsland. Ja, dat doen we zeker. Alsjeblieft, kom. Ja, dan ga je naar Duitsland. Pak dadelijk al mijn kleren tegen. Hij is nu alleen maar stoer aan doen. Merk aan zijn hele houding. Het is de waarheid. Ik kan er niet meer van maken, Tyler. Ik weet dat het de waarheid is, maar hij doet nou gewoon even een beetje stoer. Ja, we moeten rijden. Hè? Ja, de kinderen hebben honger. We hebben honger. Maar hij heeft geen geld voor eten. Ja, maak hem geld over. Kan niet. Krijgt hij vandaag niet meer op zijn rekening. Ja, hoe wil je het dan doen? Ja, ik kan hem niet zonder ja, eten laten. Doe maar, doe maar, doe maar. Ja, doe maar. Let's go. Hoe is Miguel zo geworden? Geen flauw idee. Dit wordt de eerste keer, hè? Hey. Caroline niet. Oh, Caroline niet? Nee, is al. Oh, Jana wordt de eerste keer. Jana wordt de eerste keer. Oké. Okay. Ja. De familie Jelis is aangekomen bij de tandarts en dat is meteen een wachtkamer vol. Ja. Ik kan niet, hè? Wat chillen, even rustig spelen. Toch een zootje. Hoor, wat? Ja, je dacht eerst dat er een schoolje aan kwam. Dag familie Jelis, mag maar binnen. Dag allemaal. Nu het moment steeds dichterbij komt, zijn er al wel gespannen gezichtjes. Kom maar. Albertine, wou jij eerst? Ga jij gewoon liggen? Zij is leeg, dat is toch maar eerst klaar, hè? Jongen, oh, lekker met je vader. Zo. Dit is de liefste tandarts van heel de polder en omstreken, hè? Gelukkig alleen voor controle. Gelukkig voor controle, hè? Ze proberen al te onderhandelen, ik even niks doe, hè? Laat gewoon even kijken, heb je nog ergens last van gehad? Hier dan. Oké. Okay. Hey, gaan we even extra goed kijken, hè? Nee, doe me niet over. Nee, doe me niet over. Zie je dat? De E6O, de 55MO. 5MO. 3. 64MO. Dat is 4. Ik weet al waarom het een beetje pijn doet. Je hebt daar een gaatje. Daar kom ik met het puntje van mijn tong gewoon in dat gat. Precies, dus dat is ook voelbaar. Hè? En hoe gaat het met jou, dame? Hier wel last. Oké. En Johan leert op zo'n dag ook nog wat. Had hij dat maar eerder gehoord? Wat houdt dit nou in dan? Fluoride. Oké. Okay. Vroeger moest je nog een beetje naar mijn Ja. Goed zo, Albertine. Nu moet je al tienen gaan. Ja, maar dan moet je ook niet terugkomen. Gewoon wegslikken, niet eigenlijk kleren afwezen. Ik heb wel goed nieuws voor je. Ja. Wow. Weet je wat het is? Nou? Nul gaatjes. Oh, wauw. Dat is echt top. Dit is super, Aida. Voor jou voor het eerst, volgens mij. Goed zo, meid. Gaat Jana ook op de stoel? Nee. Niet? Nou, gaan we even kijken wat de tanden, wat Jantine doet. Nee. Nee? Najib heeft dus één gaatje. Ja. En die wordt nu direct... Doe ik wel gelijk. Goed. Nou, hey Jantine. Ook heel goed hoor. Eén gaatje. Twee. Even twee tellen. Stop worden. Goed zo, Jantine. Ik ben trots op je. Ik heb een 13. Ik ben zo bang voor je. Ik ben echt zo blij dat ik nog ga. Jij bent echt, ik vind het echt knap dat je nu, want je vader heeft hoge haartjes. Ik lust al zo één keer zo'n croissant. Maar het is geen normale croissant, denk ik hoor. Ik wil deze man. Hij
zijn schoentje nou gebleven? Er ligt haar in de wagen. Van mijn tand. Hou je eens op te schreeuwen, joh. De familie Kraan is nog steeds bezig met de vakantieboodschappen. En nadat ze een dag eerder jongste zoon Olaf zijn kwijtgeraakt in de supermarkt, loopt het vandaag, laten we zeggen, ook niet echt vlekkeloos. Jullie hebben echt een stok met Jans, hoor. Dit is niet leuk. Weer een chocoladebroodje. Nee. Wat wil je met mij? Deze supermarkt is een beetje te onoverzichtelijk, zeg maar. Het is veel te groot. En als je dan met zo'n groot gezin gaat, dan raken de sommigen een beetje overprikkeld. En dan wordt het huilen. En, het is niet anders. Pak daar wat van mee, zakkie. Ik ben wel lekker ontspannen, maar ik ben wel waakzaam. Ik let wel heel de tijd op. Ik heb ogen en oren aan alle kanten zitten nu. Ja? Hey, we gaan, jongens, we gaan even die kant op. We gaan even doorlopen, ja? Hé, hey, klaar nou. Klaar. Kom. Waar is Olaf? Is Olaf bij jou? Waar is Olaf? Bij jou? Nee, hij is niet bij mij. Waar is Olaf? Olaf! Ja, nee. Olaf! Oh, chips. Oh, oh, god, Olaf. Oh, Olaf! Olaf! Hij is hier. Hij is gewoon hier. Hey, jongens, niet zo paniek doen. Serieus, Olaf weer zo. Dat hebben we. Hier staat 2 minuten te overleggen, Linda. Ja, en hij is weg. Hij is weg. Ja, koop dat maar voor Olaf. Ik wil voor Olaf wel autootjes halen. Ja, ja. Oh, oh, hey, dat vind ik ook leuk. Wil je papa? Dat heb ik vroeger gehaald. Hier. Ja, jij haalde dat altijd. Hier, mama, kijk eens. De ambulance hebben we nog steeds. Ja, hebben we nog steeds. De rottingsdienst. Deze was Quinten. Deze was Quinten gekocht. Ja, hier mama, die heb ik gekocht, ja. Deze. Kijk jij daar maar even naar, want dan ben ik Olaf. Je moet ergens de cijfers staan. Oh, Olaf, wat doe je nou? Zullen we deze dan maar doen? Kijk, hè, welke is het? Oh, voor steeds vind ik echt veel geld. Zo, Lamborghinis. Dit is wel even de laatste keer, sowieso deze week, dat we met z'n allen hier in de winkel zijn. We gaan ons even opsplitsen de komende week, denk ik. En na het avontuur in de supermarkt is het de hoogste tijd voor een stukje geschiedenis. Dat is het Pact van Rome. Hé, hey, dat is het begin van de Europese gemeenschap. De EEG waren 6 landen, zie je dat? Daar is die steen van. Ja, Nederland, Luxemburg, België, Italië, Duitsland en Frankrijk. Daar, heb je net gelezen op het bord? Nee, dat wist ik gewoon, want ik heb gewoon geschiedenis. Want het was Benelux, België, Nederland, Luxemburg. Dat was het. En toen begonnen met tijdens de mijnbouw begonnen Duitsland en zo allemaal aan te sluiten. Maar dat is allemaal saai. Ik heb honger, we gaan even ergens zitten. Ja, daar is een hele leuke bank. Honger, je hebt trek. Nee, honger. Ja, dat vind ik ook jullie. Ja, dat zeg jij heel honger. Goed. Honger kennen we niet. Trek is als je ergens even zin in hebt. Honger is als je honger hebt. Trek. Honger. Trek. Ja, gelijk graaimans. Mag ik zo'n cake, papa? Ja, wacht zo. Mag ik dat? Mag ik zo? Mag dat cupcake? Lekker worstjes. Pak maar een donut. Olafje. Ja. Dit is me nou een chemische croissant, jongen. Die heeft helemaal licht. Ja, pak maar. Wat zit erin dan? Ik gok dat er een pakje roomboter in zit. Ah. Ja. Pas goed bij. Ja. Nog een donut. Mag ik er één kozijntje? Van mij mogen die kleintjes dan wel een extra donut, hoor. Ja. Oké. Ik heb precies 3 van die kleintjes over. Na een dag inpakken, sjouwen en vooral heel veel ruzie maken, komt een deel van de familie Buddenbrook nu toch echt aan in Duitsland. Hopelijk is de buurt daar ook klaar voor. Even kijken wat onze drukte ervaren van onze kinderen en het geluid. Ze wel toe zijn aan ons. Hè? Oh, Taylor, wat is dat nou? Ik heb een dikke buik. Sorry, jij bent jullie. Ik ben helemaal nat. Ja, dit is door de rode rood. Oh, lekker in de kaal. Hier, begint er lopen. Wat zeggen we dan? Welkom in? Duitsland, toch? En wat is het nu? Gedaan met de rust. De avond is gevallen en op zo'n eerste avond in je nieuwe huis wil je snel en vooral makkelijk eten. Is het lekker? Ja. Lekker pizza. Vind je lekker? En jij, papa? Word ik niet beroemd, word ik dood.
op de stenen vloer geslapen. En ze hebben geslapen als een roos. We hadden geen puff meer om naar boven te gaan. Ja, maar echt niet. Wij zijn niet op de bank in slaap gevallen. Ja, zeg. De eerste nacht in Duitsland zit erop, maar het gezin is helaas niet compleet. Met oudste zoons Mikkel en Jorien liep de ruzie zo hoog op dat zij in Nederland zijn gebleven. Maar gelukkig hebben ze toch wel wat van zich laten horen. Ik had het ook geschreven vannacht om 4 uur. Nee, hij belde me eerst om 4 uur vannacht. Ja? Jullie gaan mij pranken vandaag. Ik zeg, nee. Jawel, ik hoor iemand op de trap. Ik zeg, jongen, ga slapen. Maar dat doet er echt zoveel excuus om met je te praten. Want hij weet alleen een belangrijke zaken mocht hij mij bellen s'nachts. En vlak daarna, hè? Mama, ik hou van jou, mijn trots. En bij hem ook, papa, ik hou van jou, mijn trots. Hè? Hm. Ik weet ook waar Jorien is. Ik had gevraagd, weet je waar Jorien is? Ja, zegt hij, die slaapt ook hier bij mij, bij Jorien. Die slaapt bij een vriend. Oh.